Is dit een koninklijk bezoek? Nee. Is dit de voorbereiding op de Tour de France? Nee. Dit zijn de Aaltjesdagen in Harderwijk. Nou, dit waren de Aaltjesdagen in Harderwijk. Ik heb alles gezien, dus tot volgend jaar. Grapje natuurlijk. Aaltjesdagen is veel meer dan alleen een helikoptervlucht. En wij gaan alles verslaan vanuit mijn eigen stadje Harderwijk. Hoe leuk is dat? Ik vind het heel erg mooi om te laten zien. En de reacties van de mensen zijn altijd al wat bijzonder, wat mooi. En helemaal in deze drukke tijd. En Nederland is druk en vol. Dat je toch met je dier zo mooi kunt werken. Ja, dat is mooi om te laten zien. Maar het is ze blijven ook zo dicht bij elkaar lopen. Dat is zo grappig. Lay down. Oké, ik ga hem nu tegen de klok insturen met het fluitje. Let op. Wat wonderlijk! Dan ga ik hem met de klok meesturen. En stoppen. Ben jij nou gewoon echt een schaapsherder? Nee. Ik ben gewoon stapelgek van schapen drijven met border collies. Ja? Maar hoe vaak doe je dit dan? Iedere dag. Het is een gevoel van passie, van vrijheid, van buiten zijn. Als het slecht weer is, is het weer fijn om binnen te komen. Samenwerken met je dier is heel bijzonder. Om te kunnen communiceren op een bepaald niveau. Hè. Dat de hond het graag voor jou doet en niet met druk werken, hè, dat hij het moet. En ja, ik denk dat werken met dieren sowieso een heel bijzonder gevoel geeft. Kijk dan, wat een schatje zeg. Superbraaf. Ja. En toch kan je aan hem zien hoe alert hij is. Hè? Zie je dat hij uit zijn ooghoeken kijkt hoe scherp hij is? Ja. Maar hij doet het wel omdat hij dit heel erg leuk vindt. Want je zult wel merken, ik zal hem eens bij me roepen, dat hij eigenlijk dan met tegenzin komt. Want hij wil gewoon gas geven bij die schapen. Hè? Tweet, daddledoe. Tweet, daddledoe. Tweet. Kom maar, daddledoe. Hey, cozy hier. Braaf, schatje. Ja, de schaapjes gaan erin. Ja. Oh, maar hebben zij dan niet heel veel stress dan nu? Nee, want ik hoorde ze net achter mij eten. En dus als de groep bij elkaar blijft, een etende kudde, een herkauwende kudde, is allemaal een goed teken. Ja, dan voelen ze zich fijn. En dan moet je kijken hoe dicht de hond er nu bij staat. Maar hij draait zijn kop af, zie je dat? Ja. Dat is wel uit respect, hè? Want hij heeft gewoon, we hebben gewoon een rustpositie. Er is helemaal geen reden om nou de schapen op te drijven, hè, om ze overstuur te maken. En dat is wel talent wat hij heeft. En daardoor blijven de dieren ook rustig staan. Kijk, ze beginnen te eten, zie je dat? Terwijl de hond, dit is zijn prooi, hè? En toch voelen ze zich ontspannen. Maar als ik hem nou ga laten lopen... Tweet, walk on. Kom maar, hier, kom maar. Walk on, tweet. Hier. Oh, en weg gaan ze. Zo. Lay down. Een wrak, ja. Zag je het verschil in de schapen? Ja. Maar je ziet geen angst, hè? En dat is wel belangrijk als je een hond goed op hebt gevoed, zijn instinct behoudt, wel onder controle houdt. Geen angst, geen druk bij beide dieren niet. Hij staat heerlijk bij ons nou weer. Zullen we ze gewoon weer terug in de kar doen? Ja.
Sander Boom. Is dat serieus je achternaam? Ja, ja, klopt. Dat is echt serieus mijn achternaam, ja. Wat geestig is dat. Dus eigenlijk bij jouw geboorte is al bepaald dat je dit ging doen. Klopt. Ik had hele andere dingen willen doen, maar het zat er niet in. Ja. Want wat je doet heet woodcarving. Is dat echt een beetje een nieuwe kunstvorm aan het worden? Dat mensen dat mooi vinden? Het is sinds een jaar of vijf echt in Nederland dat het duidelijk wordt. In het buitenland is dat heel lang heel groot. Het is nu echt overkomen waaien. Wat een verrotte boom in de achtertuin, die kan jij al bewerken tot zo'n mooie roofvogel? Een boom wel. Een verrotte boom wordt lastig. Maar vaak wat wij doen is als er een boom ziek is of als die weg moet omdat die te groot wordt. Dan zagen ze een meter of twee, drie af en dan komen we ter plekke en dan maken we voor die mensen een beeld wat ze hun mooi vinden. Wat wordt het dingetje wat hij gaat maken? Een roofvogel. Nee, een roofvogel. Nou, het lijkt wel iets van een slang. Ik vind het een beetje dubieus waar het op lijkt, maar... Ja, maar het is wel mooi. Kunstig. Ja, hè? Ja. Het is knap, hè? Ik wou het wel kunnen. En zo'n roofvogel, heb je daar nou echt een schets voor? Of doe je dit gewoon helemaal uit het hoofd? Nee, een roofvogel en een uil, dat is een beetje nou, voor ons standaard met de demonstratie. Dat doen we echt uit het hoofd. Maken we echt dingen in opdracht vanaf foto's, hè, overleden dieren, dergelijke. Ja, dan gebruiken we echt foto's en internet en dan gaan we echt heel lang zoeken. Okay. Ik heb inmiddels meer studieboeken thuis liggen dan dat ik op school ooit heb gehad. Dus zo serieus nemen we. Ik weet niet of bij dit kunstwerk een studieboek aan te pas is gekomen. Ik zag mensen een beetje dubieus kijken van wat wordt dit, maar wat wordt dit? Het wordt een microfoon. Ja, kijk, deze is natuurlijk wat moderner van mij, hè, maar dit is wel een ouderwetse microfoon. Nou zie ik ook verschillende apparatuur die jij hebt. Ga ze eens bij langs, wat gebruik je nou waarvoor? Dit is eigenlijk... De carving bladen, dat bepaalt eigenlijk een beetje de carving. Hè. Wij hebben ook gewoon standaard bladen, hè. Voor hele grote bomen gebruiken we eerst voor het blokken. De standaard motorzaag die iedereen eigenlijk heeft en die iedereen in de winkel kan kopen. De zagen zijn echt origineel, daar is niks mis mee. Het zijn puur de bladen die het veranderen. Het is hele kleine spitse neusje waardoor we hele kleine details aan kunnen brengen. En in een veilige manier, dat we geen kickback krijgen. Nou, deze is voor, zeg ik altijd maar, daar begin ik mee. Daar kan ik mee blokken, dat grofwerk, het grotere. Dan halverwege de dag gebruiken we die. En dan hebben we bijna geen kracht meer, dan pakken we deze. De bladen bepalen eigenlijk de carving. En daarna kun je eventueel nog gebruik maken voor een bijtel. Of net zoals voor de laatste details net even iets scherper erin te zetten. Waar je met de zaag net niet bij kunt. Wat biedt u ervoor? Ik heb nog één laatste vraag. Wat is er met de rechterborst van de zeemeermin gebeurd? Ja, het beeld is niet groter. Het materiaal is niet meer. Dus ja, dan kom je op zoek oplossingen. Ja, ik zit nog te twijfelen of ik ook hem nog een stuk erbij aanlijm. Maar dat is niet echt mijn ding. Zo zitten. Mevrouw, ik heb nooit kloven in de handen. Nee, nou moet je kijken. Ik ben spinster. Ja, ja. Met de telefoon. En als je dan dit erop smeert, hè? Nou, dan gaan de kloven gaan helemaal weg. Ja. Echt, dat kun je doen hoor. Ja, ja mooi gewoon s'avonds gaan zitten zo, met een plukje in de handen, aan de televisie zitten kijken, en dat doe je gewoon zo. Oh mensen, dat is zo lekker. Wij slapen al 20 jaar hieronder. Lekker natuurlijk materiaal, hè? Zo is het. De Dutch Street Cup is een bijzondere voetbalcompetitie in Nederland voor dak- en thuislozen en moeilijk opvoedbare kinderen. Nou, vandaag worden er ook wedstrijden tijdens de Aaltjesdagen gespeeld in Harderwijk. En daar doet onder andere een team van Groot Emmaus uit Ermelo mee. Dat is een centrum voor moeilijk opvoedbare kinderen. En in dat team speelt Leroy.
Nou, we zijn bezig op de Noord-Veluwe met de Dutch Street Cup. Het is een voetbaltraject voor kwetsbare mensen. Dat betekent dat we die kwetsbare mensen via het voetbal proberen een stapje verder in de samenleving te brengen. Ik had gewoon, ja, weet je, ik kom in een helemaal nieuwe omgeving. Ik kom uit helemaal Rotterdam, naar Ermelo. Heel anders voor mij. Het was wel, ja, het was een zware periode, de eerste 6 maanden. Maar daarna liep het wel lekker. Ja, ik ging gewoon bij mezelf bedenken dat ik, ja, weet het, ik moet stap ondernemen. Ik kan niet de hele tijd op één punt blijven hangen. Ja, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Ik moet, weet het, de kansen die ze me aanbieden, moet ik aanpakken, nemen, met 2 handen. En dat heb ik gedaan. Wat je bij deze doelgroep normaal gesproken veel ziet, is dat ze uitvallen uit trajecten. Bij ons is er echt weinig uitval. Dus dat betekent dat ze zich bij ons goed voelen, ze zich op hun gemak voelen. Dat betekent ook, nou, daarnaast de resultaten zijn dat we best wel veel van onze deelnemers eigenlijk weer op school gekregen hebben. Dat ze daarvoor eigenlijk slecht functioneren op school of helemaal niet meer op school zijn. Gooi je andere kant, achter je. Voetbal is mijn passie meer, mijn hobby. Als ik boos ben, dan kan ik in voetballen weer gewoon normaal functioneren, gewoon lekker voetballen. Vergeet ik alles om me heen. Ja, dat is gewoon mijn hobby, mijn passie. Gemiddeld genomen gaat het met de meeste deelnemers beter aan het eind van het traject. En dat wil niet zeggen dat het alleen door het voetbal komt. Er zijn ook andere aspecten die daar mee te maken hebben. Maar ik denk dat voetbal wel zeker een belangrijk onderdeel is geweest. Als je nou even kijkt naar specifiek de mens Leroy, wat heb je dan voor veranderingen gezien? Dat hij veel zekerder van zichzelf is geworden, veel meer uitstraling heeft naar buiten toe. Dat hij veel meer de slechte dingen naast zich neer kan leggen en de goede dingen in het leven op wil pakken. Zodat hij echt bezig is met zijn eigen toekomst. Zijn grote talent is dat hij voor zichzelf heeft gezegd van hey, ik wil iets gaan maken van mijn leven. En daar ga ik voor. Wat heb je nu bereikt? Ja, ik heb met mijn school heb ik mijn diploma's bereikt. Weet, ik heb met mijn lasten mijn diploma's bereikt. VCA, heftruck, dat allemaal. En coach. Coach, ja, van het meidenteam. Waar woont Leroy over 10 jaar en wat doet hij dan? Leroy over 10 jaar woont hij in Ermelo. En gewoon zijn gezinnetje, gewoon een rustige omgeving, dat is mijn doel. Hier stookt iemand eventjes het vuurtje op. Niet schrikken, niet schrikken. Ik hou hiervan, hè, van deze lucht, want ik kom uit een bakkersfamilie. Dus dit doet mij deugd, hier gaat mijn hartje sneller van kloppen. Maar wat, dit is echt zoals het vroeger ging? Ja, dit, we stoken op hout en dan halen we het vuur eruit en dan doen we de broden er zeg maar in. En dan blijft de warmte in de oven zitten en dan worden de broodjes gaar. En daar worden gewoon ordinaire pellets voor gebruikt? Ja. Ja, dat is gewoon vuurhout en het is gewoon blank hout, dus ik kan eigenlijk geen kwaad. Alleen je hout. En gewoon even een beetje spul erbij. Dit is het geheim? Nee, dit is geen geheim, dit is gewoon lampolie. Okay. Dus ja. En die kar, waar komt die vandaan? Die komt uit Dwingelo. Maar dat is een behoorlijk ding. Hoe zwaar is die? Hij stond gisteren op de weegbrug en weegt 21 ton. Het is altijd wel een gesleep. Maar dat trek jij natuurlijk ambachtelijk gewoon voort, hè? Met een touw om je middel. Zo ging dat vroeger, toch? Ja, zo ging dat vroeger. Il y a tant de brouillard dans les ports au matin qu'il n'y a de fier dans le cœur des marins. Dit is maïsbrood, dit is witbrood en dit is volkorenbrood. Jongens, het ziet er echt zo lekker uit. En die geur ook alleen al.
Nou ja, een echte man hè, assisteert een beetje een vrouw, want ik weet niet hoor. Waar is die klemmen gebleven tegenwoordig? Ik heb hier een stukje. Ik woon nu vlakbij hè. Kunnen we die kar misschien gewoon bij mij thuis parkeren? Kan wel, ja. Nee. Dus gewoon elke ochtend verse broodjes voor mijn bak? Ja, ja, dat kan wel, ja. Dat zou ik echt heel erg waarderen. Dit is dus het resultaat van een 21 ton zware wagen. Zal de gemeente Harderwijk blij mee zijn, maar hey, je hebt wel lekker ambachtelijk brood. Mevrouw, wie is er op zoek naar een stoplicht? Ik zou het niet weten. Misschien een of ander leuk mens dat zegt van nou, ik wil je er wel of niet in hebben, dus ik zou het niet weten. Komen wij stoplichten tekort in Harderwijk? Of, Ik denk het wel. Ja? Ik denk het daar. We hebben wel veel rotondes gekregen inderdaad. Maar een nog betere vraag, waar komt deze vandaan? Nou, dan moet ik toch even dat antwoord schuldig blijven. Ik zou het niet weten, want ik help deze meneer. Oh. Die komt zo dadelijk en die zou het heel leuk vinden omdat u dat even vraagt. Sleept hij dit ergens mee naartoe? Echt? Ja. En heeft hij verteld wat het moet kosten? Ik denk dat je het zo mee mag nemen. Nou, voor in de tuin. Hartstikke leuk. Zou je het nog doen? Het is ook handig voor bij de deur, weet je. Dan doe je op rood als je er gewoon geen zin in hebt. Op oranje als je denkt van nou, je bent wel welkom. En groen, dan is het hartstikke leuk dat je komt. Ja. Nou, hij rijdt ongeveer een jaar. Ja. Dus het is meestal binnen trainen en zo kleine baantjes. En vanuit daar dan gaan ze dan langzaam steeds meer aan grote banen buiten rijden en zo. In principe zou hij eigenlijk heel erg gefocust moeten zijn op de baan, maar dat doet hij niet. Kijk, dat kun je ook zien, hij kijkt alweer. Ja, als het niet hard genoeg gaat, dan is het ook niet leuk. Het harde rijden, dat is toch wel de kick van het minibike, zeg maar. Hoe vaak doe je dat dan eigenlijk? 1 keer in de week. Maar meestal moet ik op vrijdag tennissen. En dan kan ik niet buiten racen. Oh, vind je dat jammer? Ja. Maar voor zo'n kleintje is zo'n formaat inderdaad nog wel prettig. Maar voor jou? Voor mij ook, ja. Ik heb vrij veel ruimte om erop te zetten, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dat is een hele kleine. En die heb ik iets groter. Dat zie je er niet aan af, maar dat is wel scheelt een paar centimeter. Waardoor je net iets makkelijker kunt gaan zitten. Dus met je voeten zit je eigenlijk gebogen erop. Dat kun je ook zien bij de jongens. Je zit eigenlijk helemaal met de voeten eigenlijk helemaal plat tegen de boot eraan. Daar hou je hem eigenlijk ook mee vast, zodat je stabiel blijft. Maar voor de rest, ja, je houding is heel anders. Dus het is heel klein. Als je gas geeft, komt het omhoog. Dus ja, het is heel anders dan een grote boot. Ja. Sinds kort hebben we een eigen strand in Harderwijk. Ja, ja. En die is net geopend. Nou ja, met de aaltjesdagen, met de zon en muziek is het natuurlijk de ideale plek om lekker te chillen. Weten jullie waar de naam Aaltjesdag vandaan komt? Ja. Visserijdag. Nee, ik weet het niet. Waar de wat? Ik heb geen idee. Ik wil... Naam Aaltjesdag, waar komt het vandaan? Ja, weet ik niet. Sorry, ik ben echt uit de wijken, maar ik heb eigenlijk geen idee. Vroeger ben ze mee begonnen met een soort braderie, alleen voor paling was het vroeger bedoeld. Maar tegenwoordig is alleen maar hardrock festivals hebben ze nog. Het heeft eigenlijk niet veel met aaltjes meer te maken. Nou, ik vermoed
van hetgeen ik hier zit te eten. Een gerookte paling. Maar voor de rest zou ik het je niet kunnen zeggen. Paling? Weet ik niet. Weet ik geen idee. Geen idee. Nee, echt niet. Als mijn vader erbij zou zitten, die weet er nog meer van. Ja, die... Ja, is gezond waar. Ja. Maar die is ook... Ja, Harde Wikker. Ja, van mevrouw Aaltje. Dat was de beschermvrouw voor de vissers, geloof ik. Wij dachten dat het kwam dat het een beschermheilige was van de vis. En dat is niet helemaal naar waarheid, want oorspronkelijk de naam Aal is degene geweest die de boulevard als eerste heeft aangelegd. Dus dat was, hij heette Aalt en daar komt Aaltjesdagen eigenlijk vandaan. Maar wij als organisatie dachten van Aaltjes van de vis en het evenement bestaat al 30 jaar. Maar het juiste verhaal is dat het degene is die de eerste steen heeft gelegd hier op de boulevard. Dat sterft uit, dat beroep. Want ze worden tegenwoordig allemaal machinaal gebreid. Maar de netten aan elkaar boeten, dat wordt nog wel gedaan. Ik ken het ook nog niet zo heel lang. Want ik heb het ook pas geleerd eigenlijk. Maar het is wel leuk werk. Maar je moet er wel geduld bij hebben. Heel erg veel geduld. Kijk, wat hij doet, hij is... Die doet dus de boetknoop en ik doe de originele breiknoop. Dat is een dubbele schootsteek. En dat doe je over de pinkbreien, noemen ze dat. Dat is, het zijn twee lussen, die vallen in elkaar. En dan laat je eerst de vingers los en dan de pink. En dat is een andere techniek, die kun je ook kleinere mazen maken als met wat hij doet. Dus dat is gewoon, hij heeft de boetknoop. Daar kun je ook netten mee boeten. Maar dat boeten dat doen ze zonder houtje. En breien, dat doe je met een houtje. Niets kan jou meer houden. Op Aaltjesdagen ook aandacht voor goede doelen, onder andere het Columbinehuis Maarten. Ja, hier zien we wat gelukkige kinderen lekker spelen met bootjes. Jullie zetten je ook in voor gezinnen die het wat moeilijker hebben. Wat doen jullie voor welke gezinnen? Ja, Columbinehuis is het vakantieplek voor gezinnen met zorgkinderen. Dan kun je aan denken dat kinderen die bijvoorbeeld terminaal zijn of langdurig ziek, die kinderen die zorgen wij voor dat ze een vakantieplek hebben. Vaak is het als ze op vakantie gaan met hun gezin, dan hebben de ouders nog steeds zorg voor het kind. Ook al hebben ze vakantie, geen ontspanning. Wat we bij het Columbinehuis doen is, en ze gaan als gezin op vakantie en wij nemen alle zorg weg. Door middel van activiteitenbegeleiding, maar ook de directe zorg. Waardoor ouders ook gewoon echt wel als gezin, maar ook wel rust hebben. Waarom staan jullie hier op de Aaltjesdagen? Nou, waar wij vooral staan is om aandacht te vragen voor het Columbinehuis. Het Columbinehuis valt eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Nou, dat past natuurlijk weer bij de boot. Ja. Maar omdat wij een diversiteit aan kinderen hebben met diverse problemen, daardoor vallen we eigenlijk, ja, het zijn niet alleen kinderen met bijvoorbeeld kanker, dus ja, we hebben geen steun van het KWF. Het zijn niet alleen kinderen met nierproblemen. Dus elke organisatie zegt van ja, jij valt niet in mijn doelgroep. Dus we zijn echt afhankelijk van giften, ondersteuning van bedrijven bijvoorbeeld, of donaties en dit soort activiteiten. Het andere waar we aandacht voor willen vragen is juist gezinnen die kinderen hebben die zorg nodig hebben, meld je aan bij het Columbinehuis. We hebben de mogelijkheid. Meld je dan ook aan en dan zorgen wij ook voor die vakantie. En zeker hier in de regio, en daarom zijn we wel heel blij dat Aaltjesdagen ons die ruimte geeft. Er zitten heel veel gezinnen die juist zo'n vakantie kunnen gebruiken. En daar is het Columbinehuis ideaal voor. Verhaal van een mooie organisatie die is opgericht door Herman van Veen. Nou, die kennen we natuurlijk van Ik ben vandaag zo vrolijk. Deze kinderen zien er vrolijk uit en ja, jullie doel is ook
kinderen die het moeilijk hebben vrolijk maken? Ja, wat voor ons het altijd het doel is, en dan is zo'n week ook geslaagd. Aan het eind van zo'n week, als dan de kinderen, je ziet hoe ze komen en hoe ze weggaan, met een grote glimlach, ja, dan is voor ons het doel geslaagd, de week geslaagd. En dan weten we gewoon dat het Colombine absoluut het doel is voor de kinderen. Vind je het spannend? Ja, hij vindt het heel spannend. Het is de eerste keer dat hij gaat vliegen. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik vind het zelf ook heel eng, moet ik eerlijk zeggen. En voor hem, ik denk we gaan lekker met z'n tweetjes. Zeker weten, dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, ja. Niet eng als je boven staat? Zeg je? Niet eng als je boven staat? Nee, eigenlijk moet hij nog wat hoger. Je voelt het wel in je buik, maar het is leuk om te doen. En hoe kom je terecht? Wat er wordt? Die pillen. Ja. En dat doet niet zeer? Nee, doet geen zeer. Helemaal niet. Oké. Was leuk. Ja? Yes, dankjewel. Nou, joe. Weet ik nog niet hoor. Ja, lach jij maar. Je vindt het wel weer leuk, hè? Filmen, prima. Maar en ik, Carrie moet weer springen. Het is belangrijk dat je op je billen landt. Dan is het kussen eigenlijk het zachtste. En dan hebben we mensen die halen allerlei capriolen uit natuurlijk. Maar voor de meeste mensen is het genoeg om gewoon te springen. Vind je het spannend of niet? Ja, heel erg. Heb je al gekeken hoe hoog het is? Nee. Gaan we heel even naar het randje samen? Ja. Ik moet ook hoor. Echt? Ja. Ik heb het eigenlijk helemaal... Ben je er klaar voor? Helemaal. Kom maar naar voren. Ja, je bent een bikkel hoor. Eén voet op de rand. Niet nadenken. Naar voren. Waarom wil ik dit weer? Wacht, ik wil even mijn telefoon en zo, alles bij jou in de broek. Mijn bril moet ook af, denk ik. Zou ik die pakken? Oh jongens, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ja, zo. Ik wil niet dat je mij vasthoudt, dan laat je mij niet los. Oké. Ja, sorry hoor. Ja? Ben je klaar voor? Denk het wel. Ja? Oké, gaat ie. Nou, ja, god. Nou, wat vond ik ervan? Je bent zo beneden, hè? Vond je het spannend? Ja, heel erg spannend. Geweldig. Zo zie je Harderwijk in eentje van de hele andere kant. Daar is het dolfinarium eroverheen geweest. Hij zag al die dolfijnen zwemmen, dus dat was helemaal top. Ik heb gedoken in het buitenland heel veel. En dan ging ik op oesters duiken. Het was illegaal allemaal. Tegenwoordig hebben ze radio, hebben ze alles. Maar vroeger stonden die mensen altijd uit de lucht te kijken. Ik kan ook zeker aanraden om een rondje op de botten te varen.
heb echt geen idee wat ik hier nou weer doe. Iets met motoren en een steile wand. Als dat maar goed gaat. Waarom heb ik dat altijd? Die rondjes? Nee, op een gegeven moment gaat je geest eraan wennen en dan kun je het volhouden. Dus je kan het in een dag in principe leren door ieder uur te gaan rijden. En dan gaat het werken. Ja, maar je zal merken wanneer jij straks voor op het stuur gaat, dat je gewoon volledig duizelig zal zijn. Ik weet echt nog niet of ik dat wel wil hoor. Dat je voor eigen risico. Ja, lekker dan. Oh, overeenkomst verklaring tot beperking en uitsluiting van aan. Ja, toch. Hij zegt dat we nu getrouwd zijn. Nou, hier. Ik kan eindelijk Oudjesdag vieren op de manier waarop ik het elke jaar doe. Namelijk gewoon een lekker biertje drinken. Maar wat hebben wij een leuke dag gehad vandaag. Tot zover dit evenement. Volgende week zijn we weer bij u terug met de Wings, Wheels en Goggles vanuit de Teugen. Dan gaan oude auto's racen tegen oude vliegtuigen. Ook leuk hoor. Maar ik ga eventjes een biertje drinken met al mijn vrienden uit Harderwijk. In het zonnetje, aan het strand. Wat lekker. Dag!